Of je nu graag in de keuken staat of niet, je wil uiteraard dat je keuken er mooi en strak uitziet. Simon, vertel me eens, wat zijn zo de populaire trends? Wel, Andy, er zijn veel verschillende keukenstijlen, gaande van Scandinavisch tot industrieel. Soms is het moeilijk om een bepaalde stijl op een keuken te plakken. Wat we momenteel merken, is dat voornamelijk enerzijds de moderne keukens in trek zijn en anderzijds ook de landelijke keukens, of net een combinatie van de beide. En wat zijn dan de voor- en nadelen van die verschillende stijlen? Wel, een moderne keuken zoals deze. Hier merk je dat er een heel strakke uitleiding is. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor greeploze fronten, zoals deze. Maar je kan die ook perfect combineren met een strakke handgreep, zoals hier. Of zelfs met een push-to-open systeem. Oké, verschillende mogelijkheden binnen een bepaalde stijl. Ja, absoluut. Zeg, en als ik die kleur wat wil veranderen, dat kan ook binnen zo'n stijl? Ja, heel vaak wordt een moderne keuken geassocieerd met de kleuren wit en zwart. Maar je kan ook, zoals je hier ziet, perfect aardse tinten gebruiken om het geheel iets warmer te maken. Oké, zonder dat dat daarvoor heel de stijl verandert? Inderdaad. En dat is dan ook weer te combineren met eender welk soort werkblad? Eigenlijk ongeacht voor welke keukenstijl je zou kiezen, kan je eindeloos combineren met de verschillende materialen van werkbladen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een laminatenwerkblad, maar je kan ook gaan voor een natuursteen of een composiet of zelfs een keramisch werkblad. Ja, ik vind die uitleiding dat strakke vind ik best wel mooi, maar ik ben ook benieuwd naar zo'n landelijke keuken. Ik ga ze laten zien. Kom. En dit is dan zo'n landelijke keuken? Wel, in deze keuken worden zowel moderne als landelijke elementen gecombineerd. Zo werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een strak wit werkblad in combinatie met kaderdeuren en houttinten. Ja, dat voel ik wel, maar Ik ben er nog niet helemaal uit qua stijl, dus ik vrees dat we nog eens zullen moeten afspreken om die stijlen, al die stijlen door te nemen. Dat gaat zeker lukken. We gaan u daarin begeleiden. Ik hoop het. Simon, tot volgende week. Ja.